We kunnen in Amsterdam wel een debat gaan voeren over de impact van de Wolf, maar daar hebben wij helemaal geen last van. Dus dat kunnen we veel beter doen in de regio's waar dat wel een probleem is. Ik vind het echt onuitstaanbaar dat er 100.000 kinderen in Nederland zijn die in armoede opgroeien en dat dat bepaalt hoeveel kansen ze hebben. Als je geen lokaal talentontwikkeling hebt, dan ga je zien dat mensen niet meer een creatieve verbindenis hebben met de stad. En dat wil je voorkomen als je gemeentesaanstad bent. De Bali vindt het heel erg belangrijk om instellingen in het land ook de tools te geven om gesprekken op locatie te organiseren. Daarom zijn we dit project begonnen samen met de Postcode Loterij, die deze onderwerpen ook heel belangrijk vindt. Dat samen doen met elkaar, en zeker in Maastricht, dan kunnen wij de toekomst van deze kinderen en voor de samenleving als geheel anders maken. Ik weet hoe mooi dat was. Ik weet hoe mooi het was om die community te hebben. Als we het juist op lokaal niveau beginnen en mensen erbij betrekken, dat is ook gewoon heel goed voor de democratie. Hoe staan we er nou eigenlijk voor? Ik zeg, we moeten ons op die Zaanse identiteit focussen. Ik dacht dat u ging zeggen, het heeft met politieke keuzes te maken. Dit is nu precies de houding waar mensen die in armoede leven helemaal niets aan hebben. Ik zou willen zeggen dat we echt al best wel lang de tijd hebben gehad om daarop in te spelen. Maar we moeten met ze praten en niet onder ze praten. Dus eigenlijk heb ik het gevoel dat we de goede kant op gaan. We hopen dus dat wij een stukje kennis en expertise kunnen brengen, waardoor ze dit op een duurzame manier kunnen voortzetten. Ik denk dat het heel goed is om elkaar gewoon vaker zo informeel te spreken. Door met de mensen waarmee je hetzelfde denkt als de mensen waarmee je niet hetzelfde denkt. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie aanwezigheid. Dank jullie wel.